Welkom terug. Wat gaan we nu behandelen? We gaan het nu hebben over het indelen van je interface. Iedereen heeft zijn eigen smaak, zijn eigen voorkeur. En ik kan begrijpen als je hier en daar je vraagtekens bij zet. Maar als je een gestructureerd reder of PVP'er wilt worden, zul je overzicht willen hebben over je interface. Wat is nou je interface? Dat is waar je nu doorheen kijkt. Dit is je interface. Hoe stellen we hem op? Wat is handig? Waarom wel en niet? En daar gaan we het nu over hebben. Nou, om dat te doen gaan we eerst een nieuw karakter maken. Even netjes uitloggen. Vergeet even wat je nu allemaal ziet. Daar komen we straks allemaal op. Een nieuw poppetje maken. Maakt even niet uit wat. Puur ter bevordering van deze video. After years of... Ik heb even het initiële filmpje geskipt. Het is even niet van belang. Goed, je interface. Nou, van belang sowieso. Ga even naar Escape Interface. Kijk even naar het stukje mouse. Ben je iemand die een invert mouse gebruikt, zoals ik? Nou, zet hem dan op invert mouse. Dat is dat als je rechter muisknop indrukt en naar achteren sleept, dan kijk je omhoog in plaats van naar beneden. Oké, dat is dat. Nou, ik gebruik mouse sensitivity en ik gebruik mijn mouse look speed, allebei op het snelste wat er is. Op die manier kan ik dus gewoon flink snel om me heen kijken wanneer dat nodig is. Dat is dat, dat is de muisinstelling. Zet die naar behoren wat jij lekker vindt. Voor mij moet het gewoon snel zijn. Je moet accuraat kunnen reageren op dingen. Volgende stap. Even dit character screen. Even uitbreiden, zodat je hier al je enhancements en attributen en dingen kunt zien. Hierin staat ook je item level. Hier kun je een titel toewijzen. Zo. En uiteindelijk kun je hier zelfs gear sets gaan toewijzen. Het is best een makkelijk systeem. Je trekt gear aan, die zegt nieuw set. Zo, je geeft hem een naampje en een icoontje. Klaar. Dit is nu je PvE set. Die is gesaved. Op het moment dat ik nu wat uittrek en ik zeg PVE set weer aantrekken, heb ik het allemaal weer aan. Zo simpel is het. Er staan wat add-ons hier en daar, moet je maar heel even niet op letten. Even kijken. Ja, de volgende stap. Action bars. Van groot belang en een must voor iedereen zijn je action bars. Je bottom left. Bottom right, je right en je right 2. Zie je, de action bars zijn erbij gekomen. En dan zul je denken, waarom staan al die lettertjes erin? Dat zijn mijn key bindings. Nou, wat zijn nou key bindings? Heel simpel. Omdat WoW een van de beste besturingssystemen, vind ik, heeft die er zijn. En dat is dus je muis vrij kunnen gebruiken, terwijl je toch je muis nodig hebt om te kunnen bewegen en dat soort dingen. Ja, dan zul je een weg moeten vinden om, terwijl je op dingen klikt en dus die muis gebruikt om je heen te kijken en dat soort zaken en blijft bewegen, zul je een manier moeten vinden om te kunnen blijven bewegen terwijl je abilities gebruikt. En dat zul je straks voornamelijk met reden, zal dat heel belangrijk worden, want als je moet bewegen om uit dingen te stappen, dan is het wel zaak dat je kunt blijven doorgaan met de taak waarmee je bezig bent. Of dat nou DPS tanken of healen is. Je moet knoppen blijven spammen. De knoppen moeten blijven rollen. Daar komt het op neer. Dus sowieso heb je de action bars nodig. Alle vijf, want dit is natuurlijk je main action bar. Nou, de key bindings zijn voor iedereen een beetje verschillend natuurlijk. Maar ik ga jullie vertellen wat ik doe. En waarom dat werkt voor mij. Afijn.
Wat voor mij werkt, is in ieder geval de eerste 5 F-buttons. Deze zijn er meer een beetje voor de sier. Maar de eerste 5 kan ik nog bij. Waarom kan ik daar nog bij, zul je denken? Ik bedoel, ik zou toch ook gewoon naar F10 kunnen gaan of F6 of verder. Dat klopt. Maar ik wil mijn vingers rond WASD houden. Want dat is je movement. En terwijl je dus het linker segment van je toetsenbord gebruikt, mag het eigenlijk gewoon niet zo zijn dat jouw vingers van WASD afgaan. Die moeten daar blijven zitten, want je moet kunnen blijven bewegen terwijl je knoppen gebruikt. Ik ben zelfs nu de Alt-knop aan het gebruiken terwijl ik WASD gebruik. Dus ik kan lopen, alles erop en eraan, terwijl ik Alt ingedrukt heb zelfs, met jullie praat. En ik zou nu nog naar F1 kunnen gaan, door mijn hand te verplaatsen naar boven, tot en met F5 zelfs. Dat is wel een beetje het maximale. Verder kan ik gewoon niet komen, omdat mijn hand gewoon niet groter is. Hoe zit het met de overige keybindings? Hier zo zit Shift 1. Shift 1 zit weer op het linker segment. Ik gebruik mijn linker shift en dan 1. En ja, ik zit nog steeds met mijn hand op het linker gedeelte van mijn toetsenbord. Dus ik heb nog steeds niks raars hoeven doen. Je zult hier en daar toetsen zien zoals de J, maar die gebruik ik niet echt. Dat is meer gewoon uit combat keybindings. Gewoon voor een tafeltje neerzetten of iets anders simpel. Maar de echte gevechtsknoppen, de gevechtsfuncties, die ga je willen toewijzen aan het linker segment van je toetsenbord. Want je moet kunnen blijven bewegen ten alle kosten. Ik gebruik Z. Z is normaal gesproken je wapen tevoorschijn halen en weer terugstoppen. Sorry, maar dat is echt een kontfunctie. Daar heb je niks aan. Die kun je beter gewoon toewijzen, want Z is een prima keybinding om toe te wijzen aan iets belangrijks. En dat ook voor C. Met C open je normaal gesproken je character screen. Nou, als ik echt nieuwsgierig ben naar mijn character, dan klik ik er wel op. Zo. Is niet belangrijk in combat situations. Situaties waarin je moet bewegen en doen, heb je goede strakke keybindings nodig. Dan hebben we Q, hier beneden, E, daarboven, Shift E, Shift Q, Shift D, Shift R, Shift W, Shift U is weer iets te ver weg, die hoef je eigenlijk niet zo te gebruiken. Shift H red ik nog net, dat is een beetje het einde wat ik kan halen. Shift G, Shift Griekse I red ik ook nog maar net, maar die gebruik ik eigenlijk bijna niet voor gevechtsfuncties, dat is net iets te ver weg eerlijk gezegd. Shift T zit weer lekker dichtbij. Shift F zit weer lekker dichtbij. Shift V zit weer lekker dichtbij. En dan de gewone V, F, T, Griekse I, G, H. En daar stopt het wel een beetje, want U is weer net te ver weg. J en K al helemaal en I al helemaal. Die zitten gewoon te ver weg. Daar zitten gewoon functies op die niet zo heel belangrijk zijn. Dus het belangrijkste is dat je de gevechtscooldowns en abilities die je gaat nodig hebben, keybind op het linker segment en daarmee kun je de Alt modifier of de Shift modifier of de Control modifier kun je gebruiken om eigenlijk voor hetzelfde knopje meerdere functies te gebruiken. Kijk maar, zoals ik hier V heb, heb ik hier Shift V. Ik zou zelfs nog Control V en een andere modifier Alt V kunnen gebruiken als ik zou willen. Maar dit is genoeg. Je ziet dat mijn bars nu nog redelijk leeg zijn. Naarmate je levelt, krijg je, zoals je ziet, steeds meer abilities erbij. En geloof het of niet, op een gegeven moment heb je gewoon 4-5 pagina's met abilities. En het raakt gewoon aardig vol, geloof me maar. Dan gaan we nu even naar Azuraya. En dan ga ik even uitleggen waarom ik bepaalde keybindings ergens heb staan. Want het is belangrijk dat je dingen ook nog eens overzichtelijk hebt. Ik heb bijvoorbeeld een 27 inch scherm. En dat is best een groot scherm en het is dus best wel veel kijkwerk om iedere keer naar boven te kijken, naar je leven, en naar abilities te kijken rechts, dat soort zaken. Dus is het wel belangrijk dat je het ook nog eens overzichtelijk maakt. En daar gaan we nu even naar kijken. Kijk, zoals je ziet staat het portret van Azuraya staat niet linksboven, maar staat hier. Waarom? Heel simpel, als jij iets aanvalt,
jij met iets in gevecht bent, dan bevindt het zich op het midden van je scherm. Zie je? Jouw poppetje is in het midden van je scherm. Dus je wilt in alle tijden, als hier het gevecht plaatsvindt, wil je niet helemaal hierheen moeten om te kijken naar je portret, hoe het met je leven is. Of helemaal hierheen moeten om te kijken hoe het staat met bepaalde belangrijke cooldowns. Die wil je in de gaten kunnen houden. En daarom heb ik bepaalde belangrijke cooldowns, zoals mijn Feral Spirit, heb ik hier staan. Dit is een add-on die heet Tell Me When. Daarmee kun je bepaalde cooldowns die je gewoon goed in de gaten wilt kunnen houden, kun je toewijzen hier op deze functie. En dit is te verslepen en aan te passen en in grootte aan te passen. En je kan er aardig mee, mee rommelen en rotzooien. Nou, dit is te verslepen, zie je? Dus je kunt dit verslepen en neerzetten waar je wil. Je zou het zelfs hier kunnen neerzetten. Een belangrijk iets, mijn target. Kijk, die moeten we ook nog even lokken. Hier is waar ik mijn target wil zien. Waarom heb ik hem hier staan? Als je in een raid bent, dan komt hier nog een, dan komt hier nog een heel scherm bij. Dus dan moet deze een beetje overzichtelijk zijn. Mijn target is dus nu hier te zien. Ik ben hier te zien. En dan kun je ook nog een focus target kun je ook nog toewijzen. Dus ik zeg, ik zet hem op focus. Kijk. Die gaan we ook eventjes unlocken. Wat is nou focus target? Nou, heel simpel. De target waar je op klikt is altijd veranderbaar. Maar misschien zit er iemand of een NPC bij die je in de gaten wilt houden, omdat hij bijvoorbeeld belangrijke spreuken kan gebruiken die je wilt interrupten. Daar gebruik je de focus macro, of in ieder geval de focus functie voor. En dat doe je dus door gewoon rechts te klikken, set focus. Zie je? Die kan ik nu in de gaten houden. Maar het specifiek. Dit schermpje verdwijnt niet tenzij ik hem weghaal, door te zeggen clear focus. Focus schermpje, focus frame is super belangrijk. Die ga je zowel in PvP als in PvE nodig hebben. En je kunt er ook een keybinding aan toewijzen. Kijk, set focus. Nu klik ik weg. Nu heb ik geen target. Zie je, mijn target is weg. Mijn focus target is er nog wel, maar ik ben nu niet op mijn focus target gericht. Maar ik heb een keybinding toegewezen aan mijn focus target. Komt die? Bij mij is de keybinding R. Dat is een snelle, repeatable functie voor mij. Knopje R. Jullie gebruiken hem waarschijnlijk om terug te whisperen naar mensen. Dat is hartstikke lief, maar ik klik liever dan daarop als het echt belangrijk is. Maar R is gewoon een hele zuivere keybinding die lekker dichtbij zit en die je snel kan gebruiken. En dat maakt dat je net wat meer fine-tuned aan je character en sneller accuraat kunt reageren. Dus een hele hoop functies, zoals je character screen, zoals terugwisperen, is allemaal hartstikke schattig. Maar de keybindings die ze ervoor gebruiken, die zijn te belangrijk om toe te wijzen aan zoiets onnozels als terugwisperen of wat dan ook. Of je character screen bekijken. Vandaar de C is bij mij gewoon een keybinding. Dan gaan we even kijken naar de abilities. Hoe is mijn ability indeling? Zoals je ziet aan de rechterkant staan voornamelijk cooldowns. Dus niet spammable abilities. Er zit een spammable ability bij en dat is mijn Ghost Wolf vorm, maar dat is eigenlijk ook een cooldown die ik gebruik om te travelen. Zie je, die gebruik ik om te reizen. Nou ja, en die hoef ik niet in de gaten te houden, want het is een instant cast en ik weet wanneer ik hem kan gebruiken. Gewoon altijd eigenlijk. Dan kijken we even eerst naar de main bar. Waaruit is mijn main bar opgedeeld? Mijn main bar bestaat voornamelijk uit mijn hoofd abilities, mijn spam abilities. 1 tot en met 6. 7 kan ik nog net bij, maar daar moet ik mijn best voor doen. Maar die gebruik ik eigenlijk zelden. Dat is echt iets wat zelden gebruikt wordt. Ik snap ook niet dat die erin zit trouwens voor de Enhancement Shaman, de Healing Rain. Maar goed, dat is een ander verhaal. Op 1 heb ik gewoon mijn hoofd ability. Op 2 ook. Op 3 ook eentje die ik... Ja, deze 6 eigenlijk gebruik ik het meeste in gevechtssituaties. Nou, en waarom deze 3 eerst en dan deze 4 een beetje? Heel simpel. Deze 3 gebruik je het meeste. En die gebruik je gewoon vol continu eigenlijk. 4, 5 en 6 gebruik je zo nu en dan.
Maar die komen zeker heel veel voor in je rotatie. Bijvoorbeeld een Leash Elements heeft een 12 en bijna ja, een ruime 12 seconden cooldown. Dus die kan ik eens in de 12 seconden gebruiken. Die wil ik dus iets verder weg hebben, want ik hoef maar één keer dan met mijn vinger naar die 5 toe. En dan kan ik weer door. Dan heb ik deze twee. Die gebruik ik ook eens in de zoveel seconden wanneer ik 5 procs heb, of 5 stacks heb van mijn Maelstrom Weapon. En dan zal ik hem gebruiken. Afhankelijk van hoeveel targets gebruik ik een lightning bolt op single target en op multi-target een chain lightning. Storm Strike is gewoon een instant strike, kijk. Bam, hoppa. En die zul je vol continu gebruiken. Net als ook, als mede, je lava lash. En heb je meerdere targets in de buurt staan, dan spam je gewoon de Fire Nova. En daarom heb ik mijn spamknoppen op 1, 2, 3... 4, 5, 6 zitten. Nou, wat zijn deze knoppen? F1 is voor mij heel makkelijk bij te komen. Als ik even snel wat health nodig heb, kan ik mezelf hiermee healen. Zie je? Nou, F2 is ook gewoon een cooldowntje om te healen. Ik heb een beetje alles bij elkaar staan. Dit is een resurrection. Dit is een damage reduction, waar ik ook heel goed bij kan. En vanaf F5 komen cooldowns die ik eens in de zoveel tijd gebruik. Zoals bijvoorbeeld mijn Lightning Shield. Die zet ik aan en die staat een uur aan. Dus ik hoef niet meer F5 te gebruiken of verder te gaan. Het is zelfs een beetje te ver weg om eerlijk te zijn, F5. Daar kom je gewoon niet zomaar bij. Dus deze keer klikken, deze keer drukken. Niet in combat, maar ter voorbereiding van combat. Deze ability staan gewoon mijn buffs op. Want het zit te ver weg om eigenlijk echt te gebruiken in combat. Nou, hier staan mijn Hearthstones. Ja. Daar klik ik gewoon op, omdat het is niet belangrijk genoeg om te gebruiken in combat. Nou, hier hebben we wel weer een paar dingen die belangrijk zijn in combat. Shift 1 is een hele makkelijke keybinding. Shift 2, Shift 3 en Shift 4 ook. Shift 5 kan ik ook nog net goed bij. En ja, Shift 6 kan ik ook nog prima bij, hoor daar niet van. Maar die hoef ik maar zelden te gebruiken, zeker in raid situaties. Dus deze 6 zijn heel goed te gebruiken voor me. Nou, dan hebben we Z en C, want ja, dat zijn de volgende keybindings waar ik gewoon goed bij moet kunnen. Nou, een Z en C zitten onderaan je keyboard links, op je linkersegment, dus daar kun je heel goed bij. Die kun je gewoon fatsoenlijk gebruiken. Nou, dan hebben we hier zo E, Shift E, Q en Shift Q. Dit zijn ook keybindings, maar deze stroken bestaan voornamelijk uit langerdurige cooldowns. Hè, 30 seconden cooldown zit je erop. 45 seconden cooldown, een minuut cooldown, 25 seconden cooldown, 10 seconden cooldown, Tonomic Projection. Hier, deze heeft 5 minuten cooldown. Nou, er zitten mijn Mount Abilities op, er zit mijn Water Walk op, 15 minuten cooldown. Dus hier zitten de abilities die je wel degelijk gebruikt, maar die wat langere cooldowns hebben, die spam je niet echt. En dat wat hier zit en wat ik wel degelijk nauwlettend in de gaten wil houden, omdat ik het dus veel in gevecht gebruik. Zoals bijvoorbeeld mijn Feral Spirit. Die zet ik dan weer hier neer in mijn Tell Me When. Want dan hoef ik niet helemaal hierheen te kijken. Nou, wat nog eentje is die ik nog ga toevoegen. Dat zijn mijn Flameshock en mijn Frostshock. Dus ik ga er nog twee toevoegen sowieso. En waarschijnlijk ook nog mijn Fire Elemental Totem. Want dit, dat zijn drie abilities waar ik nog te vaak betrap ik mezelf op voor naar rechts moet kijken. En dat zit me niet lekker. Dus ik ga dat eigenlijk nu gelijk even doen. / tell me when. Oké, daar gaan we weer. Main options. Even kijken hoor. Goed zo. Er moet een functie zijn om er meer toe te voegen volgens mij. Click and drag to scale. Hold control to invert scale axis. Right click and drag. To change the number of groups and columns. Daar gaan we. Zo. Rechtsklik
En nu kan ik dus meer toevoegen. Ik ga wel iets kleiner maken nu, want ja, anders heb ik hele grote iconen in veelvoud. Zo. Mooi, en daar gaan we dan. Ga ik naar mijn spelboek. Ja, wat leuk. Farewell Spirit stond er al in. Oeps, even kijken hoor. Frost Shock. Zo. Flame Shock. Zo. Ja, Heroism kan er misschien ook wel bij, maar is niet zo heel belangrijk. Voor PvP is Hex weer heel handig om te zien wanneer die klaar is. En dan hebben we nog de Fire Elemental. Die wil ik wel even erbij zetten. Daarmee. Zo. Dus ik heb zojuist 4 nieuwe dingen erbij gezet die ik in de gaten wil kunnen houden. Zonder helemaal met mijn nek naar rechts te moeten draaien, omdat ik een best wel groot scherm heb. Het gevecht, de actie vindt plaats in het midden van je scherm. Dus je moet ook in deze radius alles in de gaten kunnen houden. In 1 oogopslag. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, ik wil nog heel even aanstippen. Er zijn mensen die nog steeds klikken. Met alle respect. Klikken, prima als je dat doet. Maar je zult jezelf beperken in je vrijheid. Je doen en laten. En het accuraat kunnen reageren op dingen. Als je en wil kunnen bewegen en actie wil kunnen blijven ondernemen, waardoor jij dus het beste uit je karakter gaat halen, dan zul je moeten afstappen van klikken. Dit is bewezen, dit is feit. Er is een handjevol mensen op de wereld, maar echt een handjevol, die zo verschrikkelijk snel kunnen klikken en bewegen daarbij. Vraag me niet hoe ze het doen, maar ze zijn er. Het is nog geen 1% van de bevolking die dat kan. Het is echt, echt unicum. En die mensen hebben niet voor niets miljoenen viewers en mensen die kijken naar ze omdat het gewoon knap is. Maar dat niveau is eigenlijk niet te behalen. Heel eerlijk gezegd, een klikker zal het nooit kunnen redden van een keybinder. Omdat als jij een klikker bent en jij bent hier bezig in het scherm, dan moet jij naar beneden om je abilities aan te drukken. Klik, 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 klik. En je moet weer terug met je muis in het scherm om weer iets aan te klikken of te bewegen of wat dan ook. En daar verlies je tijd op, dat heen en weer gaan. Dat kost tijd. Dat is feit gewoon. Je kan nooit sneller zijn dan een keybinding. Dan een keybinder. En dat is waarom je je muis centraal wilt houden. Die wil je houden in het scherm om te bewegen, om targets aan te klikken, om dingen op focus of wat dan ook te zetten. Je wilt met je muis kunnen blijven doen en laten wat er moet gebeuren in het scherm. En tegelijk wil je abilities kunnen gebruiken. Dus ik wil, hoppa, ik wil dingen kunnen neerzetten. Zie je dat? Terwijl ik met mijn muis bezig ben. Zie je? Ik kan met mijn muis tekeer gaan. En toch hiel ik. Nou, nog even 1 belangrijk ding. Dan ga je eventjes naar interface, sorry, keybindings. Strafe left en strafe right gaan op A en D. De algemene keybindings zijn omdraaien naar links of omdraaien naar rechts, A en D. Maar dat heb je niet meer nodig, want je gebruikt je muis. Je gebruikt je muis om te sturen. En je gebruikt A vanaf nu om gewoon zijwaarts te lopen naar links. En D om zijwaarts te lopen naar rechts. En dan kun je met je muis bepalen, terwijl je loopt, hoe en de wat zelfs nog. Zie je? Terwijl ik streef naar rechts, kan ik ook gewoon alsnog daar dat huisje in lopen. Kijk, zet ik mijn muis even goed. Zo. Dit doe ik gewoon met de D-knop. Zo. Dit is ultieme bewegingsvrijheid. Je kunt nu alles doen. Je bent niet beperkt. En je kunt je keybindings gebruiken. En je kunt je muis gebruiken om dingen aan te klikken. Dit is gewoon super, zie je? Je kunt alles doen nu, ultieme vrijheid. Dus stap af van klikken, ga keybinden, want je zult anders achterliggen op de rest die wel keybindt. En je zult dus het terugzien in je resultaten. Je zult minder snel kunnen reageren, je zult minder DPS doen, je zult minder healen, je zult minder kunnen tanken. Je bent gewoon achter op de rest. En dat gaat je plaats kosten in eventuele raids waarin je verder wilt komen. Een social raid, prima, daarin zul je misschien nog wegkomen met klikken. Maar wil jij gaan progressen en wil jij bij de elite gaan horen, dan zul je moeten afstappen van klikken.
daar wou ik het even bij laten nu. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ja, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. En dat je dus je interface nu gewoon zorgvuldig kunt opstellen. En als je vragen hebt, dan hoor ik het graag. Ook tips en tools, maakt ook niet uit. Vergeet niet te subscriben, liken en sharen met vrienden en familie. Want daarmee steun je ons. En dat vinden we fijn. Nou, nogmaals, dank jullie wel HG Woe Community en alle andere NLBE mensen. Dank jullie wel voor het kijken. Doeg! Doeg!